Peter den Oudste neemt vanavond afscheid van de gemeenteraad. Peter den Oudste werd benoemd in 2015. Na de samenvoeging van Stad, Ten Boer en Aren gaf hij aan niet terug te willen keren als burgemeester en werd waarnemer. Wij voeren met Ronald Verheijen van de Herensloep van Café Het Herenhuis een rondje stad, van Maartenbrug tot aan de Maartenbrug. En we blikten terug op de afgelopen ruim 4 jaar. Meneer den Oudste, in 2014, oktober 2014, weet ik nog heel goed, spraken wij voor het eerst met elkaar. En toen zei u, ik denk eigenlijk wel dat ik hier pas. En nu zijn we... Heb ik dat echt gezegd? Ja, het staat op beeld ook. Daarom weet ik het ook nog, omdat ik het teruggezien heb. En u zei, ik denk dat ik hier wel pas. En u gaat nou weg. Achteraf terugkijkend, wat vindt u van die opmerking? Nou, ik vind het eerlijk gezegd wel een goede opmerking. Want ik denk dat dat ook wel, zo voelt het ook. Ook na bijna 5 jaar. Ik vind zelf dat ik de klik heb met de stad. En dat is natuurlijk voor een deel ook afwachten, hè, hoe dat gaat lopen. En voor een deel ook de manier waarop je je werk invult. Als ik naar u kijk, dan vraag ik me af, waarom kiest iemand voor zo'n baan? 24 uur per dag, 7 dagen in de week, daar komt nooit een eind aan. Waarom wil iemand burgemeester worden van Groningen? Nou, waarom wil iemand überhaupt burgemeester worden? Dat kan je misschien beter zeggen. Dat is een hele ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Dat is een kwestie van gevoel. Van het geïnspireerd raken door werk te doen voor de samenleving. En op enig moment dan ontwikkelt je loopbaan je zo dat je denkt van dat zou voor mij passend zijn en daar zou ik ook iets kunnen betekenen in zo'n baan zoals burgemeester. En als je dan toch kiest voor zo'n vak, dan is Groningen de hoofdprijs. Maar wat was uw drijfveer? Openbaar bestuur. Ik vind dat een heel belangrijke tak van sport. Ik ben ooit natuurlijk ambtenaar geweest. Ik heb veel gewerkt met ook burgemeesters. En ik vond het altijd buitengewoon interessant om te kijken hoe zij probeerden ook voor de samenleving de goede dingen te doen. En ik vind het werken voor de samenleving, voor de mensen waar je ook tastbaar kunt maken van wat je doet, vind ik betekenisvol. En dat geeft mij een goed gevoel. Als ik nou... vraag aan u, bent u nou meer bestuurder of bent u nou meer politicus? Wat zegt u dan? Bestuurder. Ik ben echt typisch een bestuurder. Ik vind het heel erg leuk om politieke debatten te leiden, om discussies te hebben. Maar in the end probeer je iets voor elkaar te krijgen. En dat is typisch een bestuurderseigenschap. U zegt... De Rijksoverheid, de Nederlandse staat, heeft eigenlijk zonder rekening te houden met de burgers van Groningen, zowel de provincie als de stad, zonder met hun rekening te houden, gewoon doorgegaan met het winnen van gas. Dat was eigenlijk, vond u, onbegrijpelijk. Ja, dat ging niet alleen over de Nederlandse staat, dat ging ook over de oliemaatschappijen natuurlijk, die aan het roer stonden van die gaswinning. En inmiddels zie ik wel dat dat eigenlijk totaal is omgedraaid. Zeker na het besluit wat nu is genomen om de gaswinning tot nul terug te draaien. Dat ook versneld te doen. De inspanningen die nu aan de orde zijn rondom de versterking, zie ik echt een andere houding. Ik zeg niet dat dat allemaal nu koek en ei is en dat het allemaal nu snel kan worden uitgevoerd. Dat is nog weer een andere kwestie. Maar ik zie echt een andere houding bij de overheid dan ik een aantal jaar geleden zag. Ik was er toen eigenlijk heel boos over, ook als je beseft wat er in het verleden allemaal is gebeurd. En ik vind ook nog steeds dat nog eens een keer heel erg goed en duidelijk op tafel moet komen. Ja, er gaat een parlementaire enquête plaatsvinden. Ik kijk even, want u moet zo direct uw hoofd niet stoten. Hè? Dat komt aan als een mokerslag, kan ik verzekeren. Ja.
Ja, dan ga ik mijn eigen afscheid niet eens halen. Hè? Ja, dat zou niet de beste zijn. Maar als je nou kijkt naar dat gasdossier, laten we zeggen, voor heel veel mensen geldt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over hun schade. Voor heel veel van de versterkingsoperatie is nog volstrekt onduidelijk hoe dat gaat. Daar kun je eigenlijk niet tevreden over zijn. Nee, maar dat ben ik natuurlijk ook helemaal niet. Maar ik zie eerlijk gezegd dat de randvoorwaarden van waaruit je die versterking organiseert nu veel anders en beter zijn dan een aantal jaar geleden. Het eerste is dat geld niet meer de bottleneck is. En toen ik net aantrad, zat er toch ook nog een regering die dacht van, wij moeten nu wel erkennen dat we een probleem hebben, maar we probeerden de kosten van dat probleem zo laag mogelijk te houden. Toen was ook nog de gaswinning een essentieel bestanddeel op de begroting van de Rijksoverheid. Zeiden van, dat geld kunnen we helemaal niet kwijt. Dat is inmiddels totaal omgedraaid. De premier heeft excuus gemaakt. Wiebes heeft gezegd, we moeten hier eigenlijk mee stoppen. Ramp van on-Nederlandse proporties, dat besef, dat is langzamerhand wel doorgedrongen. Dan is het de vraag of dat besef ook leidt tot een snelle oplossing van de problematiek die hier speelt. En dat is een veelkoppig monster, die problematiek. Dus als je kijkt naar de versterking bijvoorbeeld, dan kan je zeggen, geld is geen probleem. Maar tegelijkertijd moeten mensen kijken van wat voor plan moet er gemaakt worden. Dan moeten de plannen nog uitgerekend worden. Dan moet er nog een aannemer gevonden worden om dat te organiseren. En om dat te repareren of om een nieuw huis te bouwen. En al die duizenden gevallen, die kunnen natuurlijk niet in korte tijd behandeld worden. U bent baas van de politie. U bent voorzitter van het driehoeksoverleg. U bent niet onbekend met het fenomeen ondermijning. U praat regelmatig, laat ik mij vertellen, met meneer Pieter Tops over deze zaken. Ondermijning is een van de dingen waar u zich ook heel veel mee bezig heeft gehouden de afgelopen jaren. Ja, dat is zeker zo en nog steeds. Ik ben ook lid van de landelijke commissie, de commissie Noordanus, die aan het hoofd staat van de verdeling van die 100 miljoen euro die de regering beschikbaar heeft gesteld. Het is een fenomeen wat zich onttrekt aan de waarneming van veel bewoners. Maar het is er zeker ook in de stad Groningen. En dan gaat het eigenlijk om een vorm van georganiseerde criminaliteit die langzamerhand doorcijpelt in wat ik dan even noem de normale bovenwereld. Hè? En de aantrekkingskracht die georganiseerde criminaliteit soms heeft op jonge mensen die ze het verkeerde pad optrekken. En daar moeten wij een enorme vuist tegen maken. En dat kost veel moeite, maar dat krijgen we langzamerhand op gang. U heeft in de tijd de gebroeders Kainar in het openbaar nogal afgevallen. Zou u dat nog een keer doen? Nou, dat is altijd ingewikkeld. Soms dan moet je ook een voorbeeld stellen. Dan moet je ook aan de rand van wat je mag gaan zitten. Ik ben daar nooit bang voor. Maar het moet ook functioneel zijn. Er zitten hier in deze stad een aantal mensen die ik als crimineel bestempel en die wij ook echt moeten bestrijden, die grote netwerken hebben en die ook heel moeilijk te pakken zijn te nemen. Maar ik vind dat wij daar, Openbaar Ministerie in de eerste plaats, maar wij ook in de keten met politie en onze eigen handhaving echt aandacht voor moeten blijven houden. Maar dat zit overal. Ik denk dat iedereen bijvoorbeeld in de binnenstad wel ziet welke bedrijven eigenlijk nooit een klant binnenkomt, maar wel grote auto's voor de deur staan. Dan voel je aan dat daar iets gebeurt wat niet klopt. En je mag natuurlijk niet op je gevoel afgaan, maar dat zijn wel bedrijven die ook in de komende jaren gewoon bezocht gaan worden, zodat we ook goed kijken van wat speelt daar. Een ander orde probleem waar u tegenaan liep was de studentenverenigingen. Dat was ook nogal opzienbarend. U bent fors opgetreden tegen die studentenclubs. Ja, kijk, wat er speelde was natuurlijk toch een aantal problematieken bij een van de studentenverenigingen. Bij Vindicat speelde dat met name. Maar van Vindicat weten we het. Hè? We weten het niet van de anderen. Hè? Dat moet ik er altijd even bij zeggen. Ja.
En we hebben gekeken naar van hoe zit dat nou precies in elkaar. Ik ben nog eens even naar de vergunning gaan kijken. We hebben een paar ernstige, dramatische verdrinkingsgevallen gehad. Van studenten die toch dronken in de gracht liepen. En als je dat met in de winter doet, dan en niemand heeft dat in de gaten, dan kom je er echt niet meer uit. Dus echt drama's hebben zich afgespeeld. En we hebben dat eens even bij elkaar gepakt. En gekeken of je niet daar toch een vuist tegen zou moeten maken. Men heeft een horecavergunning. Dat is een heel specifieke vergunning die we ook op sportverenigingen hebben. En het is natuurlijk de bedoeling dat als iemand een vergunning krijgt, dat hij zich er ook aan houdt. Dat vereist meer inspanning bij de studentenverenigingen dan zij in het verleden hebben getoond. Laat ik het maar zo zeggen. U heeft gezegd zelfs, als jullie zo doorgaan, trek ik jullie vergunning in, jongens. Ja, ik heb eigenlijk gezegd van als ik goed controleer, stevig controleer, dan zijn jullie allemaal binnen een korte tijdje vergunning kwijt. Want je houdt je er niet voldoende aan. En dat is een kwestie van hygiëne, van zorg voor mensen die dronken zijn niet meer drank geven. Zorgen dat het allemaal op een zodanige manier is dat de studenten die daar binnenkomen ook in redelijke gezondheid weer de deur uitgaan. Dat mag een vraag wel ook van de reguliere horeca, dat mag je daar ook vragen. Uw opvolger Koen Schuiling staat eigenlijk ook wel een beetje bekend als een meneer die houdt van law en order. Bent u daar blij mee? Ziet u dat ook zo? Nou, ik ga natuurlijk niet vooruitblik werpen over wat mijn opvolger zou moeten doen. Daar is Koen Schuiling intelligent genoeg voor om daar helemaal zijn eigen weg in te kiezen. Dat zal hij ongetwijfeld voortreffelijk doen. Maar ik vind wel dat je... Je kunt op een gegeven moment zeggen, ik ga heel strak in de regels zitten. Ik vind ook dat dat in beginsel gewoon moet. Maar tegelijkertijd heb je ook te maken met de samenleving die ook naar die regelgeving moet toegroeien. En ik vind de studentensamenleving, die kan je beter ook aan je binden en met haar proberen samen iets op te bouwen, dan dat er iedere keer repressief op ingehakt wordt. Ja, u staat bekend als een, laten we zeggen, precieze man. U wilt de zaak graag in handen hebben, in controle hebben. Heb ik daar gelijk in? Ja, niet bij alles is dat, maar ik ben wel een beetje van de controle. Dat klopt, ja. Is dat nou, kunnen we nou zeggen dat Peter den Oudste voor zijn medewerkers een veeleisende figuur was? Dat vind ik altijd heel ingewikkeld, want als ik daar nou een genuanceerd antwoord op geef, dan denk ik dat mijn medewerkers onmiddellijk daar iets anders over hebben. Wat ik belangrijk vind, is om met medewerkers op een goede manier samen te werken. Ik heb een ontzettend fijne club medewerkers om me heen. Zowel als het gaat om de openbare orde, als het secretariaat, als representatie, economie. Dat zijn allemaal mensen die heel toegewijd werken. En ik ben inderdaad, en ik wil veel en soms te veel. En het moet ook echt goed. En daarmee zet je natuurlijk ook wel mensen onder druk die daar de tijd niet voor hebben. Dus als u mijn medewerkers vraagt van is die man veeleisend, dan denk ik, dan vrees ik dat ze ja zeggen. Ik zie eigenlijk in de media weinig gemeenteraadsleden verschijnen. Ja, maar de vraag is aan wie dat ligt. Hè? Bovendien, wat zijn de media op dit moment? Ik zie mensen daar heel actief in opereren. En de tijd dat er één krant was en één omroep waar vrijwel iedereen gebruik van maakte, dus dan kon je de massa daarmee bereiken, is weg. Het is veel diverser geworden. Sommigen die zitten op Instagram, sommigen zitten op andere dingen. Facebook. Het is ook een wirwar van dingen waar je weg in moet vinden. Die zichtbaarheid vinden de gemeenteraadsleden zelf ook wel een probleem. Hè? Kijk, mijn opvatting was, heb ik ook wel eens met hen gedeeld, van je moet, eigenlijk zou je ook heel veel de samenleving in moeten. Hè? Want het college stort meters papier uit over die gemeenteraad. Men kan, ik heb gezegd, jullie kunnen vandaag beginnen en over 4 jaar alle stukken gelezen hebben en overal heel goed van op de hoogte zijn, zonder dat je ooit één burger gezien hebt. Want wij zorgen wel voor het papier waar het allemaal in staat. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dat vindt men zelf ook niet. En het zoeken van een weg om daarin, als het ware,
toch daar uit te breken en toch vanuit die samenleving dat werk te doen, dat er voor ieder raad zit een worsteling. Er zijn ongetwijfeld momenten waarvan u dacht, jee, hoe is dit mogelijk? Het dieptepunt wat later overigens zich volledig heeft hersteld, mijn eerste bezoek aan de tippelzone. Dat vond ik in de sfeer van hoe is dit toch mogelijk. Ik kom natuurlijk meer mensen tegen die, ik zie ook dat, dat zit ook weer aan de zwakke kant van de samenleving. Ik kom wel eens mensen tegen die dakloos zijn. Ik ben laatst nog eens een tijdje geleden zag ik iemand zitten en daar ben ik eens naast gaan zitten. En dan zeg ik van, joh, vertel me nou eens even, wie ben jij nou eigenlijk? En waarom zit je hier? En dan hoor je natuurlijk hele emotionele verhalen. Maar wat je dan vaak ziet is een patroon van opeenvolgende tegenslagen en onvoldoende weerbaarheid om daar tegen te kunnen jezelf in op te richten. Ik denk dat heel veel mensen die weerbaarheid niet hebben. En die komen dan gelukkig niet in zo'n opvolgend patroon van ellende terecht. Maar het kan wel. En daar voel ik me ook altijd wel heel erg dicht staan bij deze mensen. Want het is een. En vaak kun je daar ook nog wel een deeltje geven. Hè? Want dan zeg je van, nou, heb je een uitkering? Nee, zit in, dan moet ik een adres hebben. Ik zeg van, ja, maar je weet toch hoe je eraan komt? Ja, het legde zelfs. Maar moest ik vorige week zou ik daar naartoe? Want toen ben ik het vergeten. Weet je, dat soort. Ja, en dan weet je al dat er iets aan de hand is waardoor iemand dat gewoon niet zonder hulp kan. Ja. Nou, dat vind ik dieptepunten, maar tegelijkertijd vind ik het ook. Dan zie je dus ook dat een overheid om iedereen de schild moet leggen. Die moet eigenlijk hier zeggen van, joh, we nemen je bij de arm, jij gaat daar naartoe, we doen het zo en we halen je van de straat. En dat is heel ingewikkeld, maar ik denk wel dat je daar veel energie in moet blijven steken. En als u zegt hoogtepunten? Nou, ik vind de sluiting van diezelfde tippelzone vind ik een hoogtepunt. Ik vind de ontwikkeling van de stad met alles wat er nu aan investeringen, er worden miljarden geïnvesteerd in deze stad, vind ik echt een voortdurend hoogtepunt, een feest om naar te kijken. Ik vind de komst van het Klimaatadaptatieinstituut, het VN-instituut, vind ik een hoogtepunt. Ik vond ook de zitting in de kerk met Ban Ki-moon een hoogtepunt. Ik vind de Nobelprijs van Veriga een hoogtepunt. Ik heb zoveel mooie dingen hier in deze stad gezien. Koningsdag. Er gebeurt zoveel hier. En ik zie dat die gemeente zich zo goed ontwikkelt. Dat ik ook heel veel vertrouwen heb in de toekomst van wat er hier gebeurt. Wat denkt u? Heeft u een idee hoe de stad zich gaat ontwikkelen? Los van uw hoop? Omdat die stad zo jong is, heeft die stad ook veel mogelijkheden om zich flexibel te ontwikkelen. Jonge mensen die kijken naar van waar ga ik vandaag naartoe en vinden het niet heel erg als overmorgen zeg maar er een bochtje gemaakt moet worden. Die zijn vrijer in hun omgang omdat die wereldeconomie zeg maar, die wordt zeg maar, op dat hoger niveau bepaald. En je ziet dat die ontwikkeling steeds sneller gaat. Hoe jonger de stad. En we zijn ook nog enorm goed opgeleid hoe beter zo'n stad in staat is om aan te takken aan die plotselinge wereldeconomische bewegingen. Dat denk ik dat Groningen, dat is de kracht van Groningen. Wat gaat de mens, Peter den Oudste, doen als die straks einde september de deur achter zich dicht doet van het stadhuis en voor de laatste keer de trap afschokt, zeg maar? Nou, ik weet dat nog niet precies natuurlijk, hè, maar ik ben nog steeds ook met andere dingen bezig. Ik ben nog toezichthouder bij een hogeschool. Ik zit nog in twee landelijke commissies die hun ook nuttig werk doen, denk ik. Wat ik een beetje voor beeld heb, is ik wil gewoon maatschappelijk nuttige dingen doen. Maar ik wil vooral ook veel tijd voor mijzelf en voor mijn gezin hebben. U was zeiler. U heeft de laatste jaren al niet meer gezeild. Want dat nee. Burgemeesterschap dat vergt te veel van een mens om te kunnen zeilen. Hoe gaat u dat opvullen? Nou, ik heb geen zeilboot meer.
Want een boot in de loods is eigenlijk hetzelfde als geen boot. Toen dacht ik van nou, als dat hetzelfde is, dan gaat de boot eens weg. Dus zo is dat ook gegaan. Ik vind het ook, ook niet zo heel erg om geen boot te hebben. Dat zeilen zal nog wel af en toe gebeuren, denk ik. Dat heeft ook te maken met, je komt op een gegeven moment in een fase in je leven. Dat je ook, zeg maar, ook een beetje terug moet in al die dingen die je misschien in het verleden ooit om je heen verzameld hebt. Dat vind ik, hè. Dus ik wil ook de footprint die ik inneem ook een beetje kleiner maken. En dat maakt jezelf meer vrij. Ja, dat vergroot ook mijn bewegingsvrijheid en dat werp je wat meer terug op de essentie van het bestaan. Dus ik vind lezen ontzettend prettig om te doen. Ik heb straks een wat grotere tuin. Ik heb een aantal dingen waarin ik denk dat ik me echt nuttig kan maken. En ik denk dat dat heel goed gaat. En hoe gaat u terugdenken aan Groningen? Met weemoed en liefde. Wat maakt u weemoedig aan Groningen? Nou, ik vertrek uit de stad. Ik heb hier een hele mooie periode gehad. Ik ben van de stad gaan houden. En dat is natuurlijk ook logisch, hè, als je er zo intensief mee bezig bent, dan doet dat wat met je. Dat is het afdeling weemoed. Ik neem de liefde voor de stad gewoon mee en die zal niet verdwijnen, denk ik. Het is mijn lot een beetje. Hè. Eerder heb ik 9 jaar in Enschede gewerkt. Ik heb ook een enorme warme plek voor die gemeente nog steeds in mijn hart. En dat zal ik in Groningen ook zeker houden. Dat was hem. Wat een heerlijk rondje is dit, hè? Leuk rondje, hè?